We staan hier in het winkelcentrum waarvan de eerste fase bijna is afgerond. Lydia Groot komt hier vertellen over de tweede fase van het winkelcentrum. Lydia, we staan hier achter de koepel van het winkelcentrum. Wat gaat er precies met die koepel gebeuren? Want de een zegt dit, de ander zegt dat. En eigenlijk weet nog niemand precies wat het gaat worden. Nou, eerlijk gezegd weet ik het ook nog niet precies. We zijn nog in gesprek met heel veel mensen hoe we dit nu gaan doen. We zijn er allemaal wel over uit dat we iets met die koepel moeten. Het hoort echt bij de geschiedenis van Wezep en van Meidoornplein. Dus we willen daar zeker een bestemming aan geven, maar daar zijn we nog over bezig. Het is nu wel rond dat de bibliotheek naar het dorpshuis gaat. Ja, dus dat is helemaal zeker. Dus hoeven mensen niet meer over te... Nee, die verbouwing gaat door. En het dorpshuis, ja, dat wordt helemaal vernieuwd en het wordt een prachtig multifunctioneel centrum. Waar ook de bibliotheek dan een hele goede plek in krijgt. En ja, en ook hier geldt dat er verschillende mensen met elkaar in gesprek zijn. De eigenaren en de gemeente. Van ja, wat gaat hier nu gebeuren? Wie koopt wat? Wie wil iets? Ja, en dat zit allemaal nog in de onderhandelingsfase. Dus daar horen we nog te zijn de tijd meer over. Ja, zeker. Zodra er natuurlijk zaken bekend worden, zullen we dat... Wordt dat openbaar. Ja, we staan ondertussen bij Koelewijn. En er zijn ook allerlei geruchten over. Hè, dat er wat meer aan het terras gedaan wordt. En... Koelewijn heeft ook plannen voor een terras. Dat mensen lekker een visje kunnen eten buiten. Dus dat is ook een aanwinst voor het winkelcentrum. Ja, want er staan hier wel wat tafeltjes. Maar echt van het terras kunnen we nu nog niet echt spreken. Nee, daar kun je nu nog niet over praten op deze manier. Maar dat gaat ook een stuk beter worden. En er komt ook een lunchroom als het allemaal goed doorgaat. Dus iets meer horeca en iets meer gelegenheid om even te zitten en iets te gebruiken. Dan zien we bij Slagen van den Berg dat de paai helemaal veranderd is en dan daarnaast toch niet. Wordt dat ook nog weer veranderd? Ja, dat is natuurlijk ook aan de winkeliers en de ondernemers om dat te doen. Van den Berg heeft het al gedaan in de nieuwe stijl zoals we die graag zien. En wij hopen dat meer ondernemers dat gaan doen, zodat er uiteindelijk weer een mooi, beetje eensluidend beeld komt op het Meidoornplein. En ik vind het echt heel mooi geworden bij Van den Berg. Ja, hè? En ook bij de Zeeman naar de Kras, dat het oogt veel chiquer, vind ik eigenlijk. Ook even chiquer en even weer wat eigentijdser. Lydia, nou zitten we hier op een mooi plekje en dan kunnen we eigenlijk zien, heel veel mensen hebben het over dat die vinden de bestrating slordig in het centrum. Maar jij zei net van, je moet even stukjes filmen. Waarom? Nou, als je hier zit, hè, zoals wij nu zitten, kan je heel goed het verschil zien hoe het was. Hè, waar wij nu zitten, zo is het, zo was het en zo was het ook daar. En je ziet toch, ik vind het toch een enorm verbetering als ik nu die nieuwe bestrating zie. Dat het toch veel mooier is en gewoon weer vernieuwd. En dit ziet er niet uit, als ik heel eerlijk ben. Nee, en het is natuurlijk ook nog niet af. Zoals dit lijkt nog wat rommelig. Maar het is nog niet klaar. Ja, het is nog niet klaar. Nee. Het moet nog even goed ook aangeveegd. En kijk, en ik vind het ook wel jammer, daar ben ik heel eerlijk in, dat er nog zoveel dingen staan op, ook op de siertegels. De reclameborden. De reclameborden, eigenlijk. Dat moet anders. Dus daar gaan we ook met de winkeliers. Ja, die moeten dat zelf natuurlijk vinden ook. En zelf daarop letten. Ze mogen natuurlijk best dingen buiten zetten, maar zet het even op een andere manier. En niet net op een mooi stukje. Dat is ook geadviseerd eigenlijk, hè, door Bastiaan Infra. Dat de mensen met de rollator eigenlijk in het midden moeten lopen. Ja. Omdat dat kan niet met die borden zo. Het is voor mensen met de rollator en scootmobielen gewoon heel lastig. Je moet slalomend door het winkelcentrum. Ja, dat is niet de bedoeling. Dus dat kan anders. Ik vind het wel ook bijzonder, dat valt mij hier ook wel op, dat mensen met fietsen doorheen fietsen. En dat mag niet, hè? Nee, dat mag niet. En met scooters. Ja. En dat is natuurlijk allemaal gedrag van mensen, wat we met z'n allen niet moeten doen. En dan wordt het gewoon hartstikke mooi als we op dat soort kleine dingen ook letten. Nou, er is recent een koopstroomonderzoek gedaan. En dat is niet alleen in Oldenbroek gedaan, maar in een grote gedeelte van het oostelijk deel van Nederland. En dat onderzoekt waar de mensen boodschappen doen en waar mensen kleding kopen en dat soort zaken.
En het is nog een vrij recent onderzoek, we hebben het nog maar net binnen. Maar daaruit blijkt dat Wezep daar heel goed in scoort. We zitten bij de beste 4 van het oostelijk deel van Nederland. En dat is natuurlijk goed nieuws. Er zijn zo'n tussen de 80% en 90% van de mensen uit Wezep doen boodschappen ook hier in het eigen winkelcentrum. Maar ook mensen van buiten, buiten de kern Wezep. Dus het heeft ook een aantrekkingskracht. En dat, is, dat blijkt dan ook wel. Dat geldt vooral voor de dagelijkse boodschappen. Voor de kleding is het iets minder gunstig. Daar gaan toch wel ook wel een aantal mensen buiten de kern winkelen. Dat is ook wel begrijpelijk, maar dat zou hier natuurlijk nog wel wat beter kunnen. Nou ja, misschien met het nieuwe winkelcentrum. Ja, precies. Want wat ook uit dat onderzoek blijkt, is dat mensen inderdaad wel wat horeca missen. Nou, daar hebben we het natuurlijk ook al over gehad. En dat toch ook wel opmerkingen gemaakt zijn over de slechte staat van het winkelcentrum. Dat men dat toch niet hoog waardeert. Wel de winkels, dus dat het goed aanbod is. Goede parkeergelegenheid, dat scoort heel hoog. En dat het ook dichtbij is. Dus dat zijn de redenen voor mensen om hier te komen winkelen en boodschappen doen. Maar het aanzicht, dat werd ook wel door heel veel mensen ingevuld van dat dat niet mooi was. Dus nou, wat dat betreft denk ik zijn we op de goede weg. Hè, door in ieder geval als gemeente de bestrating nu aan te pakken. Er komen nieuwe bomen, verlichting, nog wat een bankje. Dus ja, wat dat betreft hebben wij ons best gedaan, denk ik. En de gemeenteraad heeft er ook budget voor vrijgemaakt om dat te gaan doen. En het is nu ook aan de winkeliers om hun eigen panden, nou, als het nodig is, op te knappen en aan te passen aan elkaar. Dat het weer één geheel wordt. Ja, dan staan we hier dus op het nieuwe bestrating. Loopt alles een beetje op schema? Ja, we zitten goed op schema. Ja, er wordt hard gewerkt elke dag. En we hebben natuurlijk voor gekozen om, en dat kon ook niet anders, om de winkels gewoon open te laten. Dus het is voor de mensen best wel lastig. Hè? Mensen moeten soms op een andere plek parkeren of een stuk lopen. En ja, de markt hebben we ook moeten verplaatsen. Want normaal gesproken is hier natuurlijk de markt. Dus dat geeft wel overlast, maar dat hebben we ook van tevoren gezegd, dat kan niet anders. Het is een strakke planning en dat zie je ook in de manier waarop ze het aanpakken. Hè. Ze doen het in gedeelten, elke keer een deel ook van het grote parkeerterrein, zodat er even goed geparkeerd kan worden. En alle winkels in principe bereikbaar blijven. En dat is voor de winkeliers natuurlijk wel heel belangrijk, want als mensen natuurlijk een paar weken of een paar maanden lang niet naar een bepaalde winkel kunnen, ja, dat is niet fijn. Nee, dat willen we niet. Nee. Maar ja, het geeft natuurlijk wel een beetje overlast, dat is er zo. Ja, kan maar daar krijgen we ook moois van terug. Ja, ja, het moet eerst even erger worden voordat het weer mooier wordt. Ja. We staan nu bij het kleine Meidoornplein. Eigenlijk zien we hier iets wat we nog niet echt wisten wat het was, maar dat wist jij, Lydia, hè? Ja, dat is een podium. Wanneer moet het allemaal echt klaar zijn hier? Ja, het kleine Meidoornplein is echt als eerste klaar, omdat we rekening hebben gehouden met de komst van Sinterklaas naar Nederland. En ja, hij komt meestal rond 15 november, komt Sinterklaas aan en dan is het hier, in ieder geval dit plein is dan klaar. Komt het echt goed allemaal voor Sinterklaas? Want dat ben ik toch wel nieuwsgierig naar. Ja, het komt zeker goed. Sinterklaas gaan we hier ontvangen in Wezep. Alle kinderen en ouders zijn natuurlijk hartstikke welkom. En dan moeten jullie ook gewoon komen kijken. Dan gaan we samen hier Sinterklaas ontvangen. En voor die tijd kunnen we zeker ook nog een keer kijken of het echt goed is. Ja, hele geruststelling. Bedankt voor dit gesprek en tot volgende maand. Ja, voordat Sinterklaas komt, gaan wij hier kijken. Ja, zeker.